In de schaal 51 maak ik serie, in de serie CQ super, ja gewoon allerlei aparte, opvallende modellen. Uh, soms kun je ze daar eens verkeer gekennen, nou, deze denk ik niet helemaal. Dat is in de schaal 51 hier een ja, best wel aparte Chevrolet Corvette Stingray genaamd, op type uitvoering. Ik heb al een doosje gehaald, 51 dus, nou, redelijk best wel een mooie maat. En als CQ uh, betaamt is die helemaal, uh, ja, grotendeels van metaal gemaakt. Details floppen nog gewoon. Dat is wel voor voor de verzamelaar, maar ook voor kinderhanden. En wat wel aardig is, CQ zorgt ervoor dat bijvoorbeeld de deuren opengezet kunnen worden. En in dit geval de motorkap open kan. Waarmee je volgens mij, dat weet ik niet zeker, dit model een, een grote V8 heeft. Om uh, lekker voldoende vermogen te kunnen leveren. Dus even kijken of dat er bij doosje op staat, zelfs nog. Ja, CQ zet dat hier ook met doosje op. cilinder. 6 liter verplaatsing zelfs, nou, met een top van ruim boven de 300 km per uur. En daarmee dus een, een serieuze sportwagen is voor de verzamelaar, kinderkamer. Die zegt van, nou, ik wil gewoon eens een keer wat, uh, wat leuks hebben. Of voor je kleinkinderen of je eigen kinderen een leuk cadeau weg te kunnen geven. Laatste tenslotte om te noemen. Sequel heeft een aantal modellen in de wiel af te nemen. Hetzelfde systeemje bezie ik nog eens een keer. Kliksysteem. Dus moet je even goed kijken. klikken er zo weer op. Zit hij weer vast. Dus uh, losieke geleverd te bekijken bij ons in de winkel of online te bestellen.